Stichting Rumas heeft vandaag aan de vooravond van Moederdag 50 tienermoeders en hun moeders in de bloemen gezet. In de congreshaal mochten de gekozenen deelnemen aan een fantastische dag vol met educatieve sessies, entertainment, sport, een hapje en een drankje. Volgens Rumas directeur Emmy Hart wordt jaarlijks een andere groep moeder gekozen voor deze moederdagactiviteit. Dit jaar is gekozen voor tienermoeders omdat de stichting met deze moederdagviering wil bijdragen aan bewustwording van de uitdagingen van tienermoeders. Zodat het toch zijn effect heeft dat men zich gaat realiseren wat het is om een tienermoeder te zijn. Dus wij willen dit door middel van trainingen willen we ze bewust maken van hun moeder zijn. We hebben een oproep gedaan en je mag je inschrijven, registreren via de Facebook, via een link. En als je je registreerde was je verplicht nog een moeder of een grootmoeder in te schrijven. Dus we hebben het via de digitale wereld gedaan. De opkomst is goed. Wat we hadden is, sommige meisjes konden geen moeder vinden. Of sommige mensen konden geen grootmoeder vinden. Sommige konden niemand vinden. En ik weet niet als ze er zijn, ik denk het niet. Maar je kan je niet voorstellen dat er een moeder is die zo boos is op de tienerdochter. Dat ze zegt ik kom niet. Want het is de bedoeling dat juist we gaan leren om vrede te sluiten met je kind. Dat de liefde weer kan stromen. Dus die moeders hebben dan een kansje gemist. Rumas, die 11 jaar geleden begon met trainingen voor vaders, heeft op den duur ook vragen van de vaders gehad om hun vrouwen te trainen. Zo is de moederdagviering van Rumas begonnen, laat Hart optekenen. Ze laat ook weten dat de educatiesessie van vandaag een vervolg zal hebben, wat betekent dat Rumas nog bezig zal zijn met de jonge moeders. Vroeger deden we 300 moeders, toen zijn we naar 200 gegaan. En gelet op de sociaal-economische omstandigheden door 100 moeders. En het is niet je malligheid om 100 moeders echt te verwennen. Het kost je heel veel geld omdat Rumas pakketten wil geven. Iedereen moet een cadeautje, iedereen moet plezier hebben. Dus het vergt heel veel voor de organisatie. Dit hebben we een maand lang zijn we bezig geweest. En het grootste handicap wat we hebben is dat geld. Je bent steeds aan het bedelen. Uiteindelijk lukt het ons altijd. Hè? Dus als we dit hebben gedaan, is het voor Moederdag goed. Maar we weten 100% met deze groep moet je doorgaan. Dus we gaan alle drie, seksualiteit, de rol van de moeder of oma, voorouderlijke binding. Hoe komt het dat je nu zwanger bent of nu een kind hebt? Dat gaan we vervolgen. Dus elke sessie van vandaag heeft een vervolgsessie. Zodat we zeker weten dat we de jonge meisjes en hun moeder kunnen stabiliseren. Hoewel de focus van Rumas voornamelijk ligt op jongens, wil zij zich ook sterk maken voor het belang van jonge meisjes. Ze gaat zich daarom in de komende tijd inzetten voor training en begeleiding van deze doelgroep. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.